Gesprekken in regeringsverband over de ordening van de goudsector hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit vertelde minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen NH gisteren aan journalisten. De bewindsman stelt dat hij toch ervoor zal pleiten dat er dit jaar genoeg middelen beschikbaar worden gesteld om het werk te doen. Maar ik heb het vaker via jullie microfoons gezegd, de goudwinning vindt niet plaats in Paramaribo of Wanica. Vindt plaats heel ver, heel diep in het binnenland en daarvoor heb je equipment nodig om de locaties te bereiken. En loop niet met cijfers in mijn hoofd, maar die informatie kan ik wel delen met jullie. Belangrijk is dat voor 2024 initieel was gevraagd 35 miljoen. Uiteindelijk is goedgekeurd, nou ja, staat op de begroting 15 miljoen. En nee, we praten over de begroting van 2024 die nu wordt behandeld, toch? En daarop staat 15 miljoen, ja, maar de exploitatiekosten alleen ja, zijn in de orde van 9 miljoen. Dus dan kunt u nagaan hoeveel overblijft voor effectief ja, dat deel van de ordening van de goudsector. Abiyamofo zei ook dat het ministerie bezig is met andere projecten waarvan de financiering gewoon plaatsvindt met donormiddelen. En dat heeft te maken met de afbouw van bijvoorbeeld kwikgebruik in de kleinschalige goudsector. Wij beginnen alvast te realiseren wat wij kunnen doen. Voor dat deel waarvoor we afhankelijk zijn van middelen, ja, helaas. Het zou niet effectief zijn. De NH-minister Abiyamofo meent dat hij geen ijzer met handen kan breken als de minister van Financiën niet genoeg geld beschikbaar stelt voor de projecten op de jaarbegroting van NH.